Hey jongens en meisjes, welkom bij weer een aflevering van amateurvissen.nl. Ik doe nu alsof ik heel erg fit ben, maar dat ben ik helemaal niet. Ik was om 6:30 op vanmorgen, dus nu 6:55. Björn die komt dadelijk. Dan gaan we de rivier afzakken in de bellyboot. En we hebben twee bellyboots, uiteraard, voor Björn en voor mij. En maar ook twee auto's. En we pakken mijn auto, dan rijden we naar de stek waar we uitstappen. En dan stapt Björn in mijn auto, dan rijden we dus de stek waar we opstappen. En dan kunnen we ons, als het goed is, zo'n 4 kilometer, of ja, volgens mij 2,5 kilometer of zo, laten meedriften met het water. Dus dat is wel cool. Dan kunnen we nog wat plekjes blijven hangen, want we hebben dan eigenlijk tijd zat. We hebben de hele dag, dus kunnen we vooruit. Een fireball montage gemaakt. Zal ik dadelijk even laten zien als ik op water zit en een beetje licht is. En ik heb ook nog bachets bij, loodkopjes van 15 gram. En een lieblingskeuder natuurlijk weer. Ja, ik heb laatst ook andere chats besteld hoor, maar nu vandaag met de lieblingskeuder. Dus alles inpakken, dikke jas mee. Vorige keer had ik wel een airco. Een dikke jas mee. En we gaan het meemaken. Ik ben benieuwd, ik heb er in ieder geval zin en ik moet wel een beetje op gang komen nog. Zo, we zitten in de auto jongens en meisjes op weg naar de eerste stek. Waar we de autotruc gaan doen. Dus Björn die zet zijn auto daar neer. En ik rijd met die van mij, rijden we ons naar de beginplek. En dan kunnen we ons mooi helemaal stroomafwaarts laten drijven. Dus dat is niet verkeerd. Het is wel wat meer in de auto, maar het scheelt wel flink wat tegen de stroom in peddelen. En dan kun je toch een iets groter gebied bestrijken. Anyway, we zijn er dus bijna. Ik had gisteren nog even gecheckt en het stroomt niet zo heel hard, dus dat valt aan zich wel mee. Het is best wel te doen. We zijn nu met twee Aygo's, met twee grijs metallic Aygo's, twee dezelfde. Net of die van mijn jongen had gekregen, jongen. Maar je zult zien, ik heb twee bellyboots, vier hengels, allemaal materiaal, allemaal in deze Aygo liggen. Moet je het natuurlijk wel allemaal helemaal leeg laten, want anders dan past er nog niet eentje in, zeg maar. Maar dat past hier wel in. Maar dat is niet ideaal. Ik zou liefst ook zo'n bestelautootje hebben of zo, weet je wel. Het zou wel helemaal gaaf zijn. Zo, hier zijn we bij de aankomststek. Oh jongen, niks vergeten? Nee. Afgesloten? Ja. Geen sleutels meer erop steken? Dat is met deze auto wel gevaarlijk. Ja, dat is met die van mij ook. Ik heb geen centrale vergrendel. Nee. Maar het is niet koud hè? Nee ja. Vorige keer was het kouder. Ja, vorige keer wat kouder ja. Even alles. Ja, vorige keer wat kouder, ja. Even hier op het dak. Even de hengeltjes eruit. Ik heb er een dobber aan geknoopt. Geweldig. Ja. Moet je kijken of die dingen omhoog staan, hè. De vorige keer hadden we het heel warm, weet je nog, omdat we hadden dikke kleren aan en toen hebben we die dingen moeten slepen en zo. Had ik net zo snel opgepompt. Synchroon pompen. Synchroon pompen. Je hebt de uitlaat aansluiten. Het zijn toch wel fijne boten dit, toch? Want
Ik had laatst zo'n floatmaster. Maar dat voelde allemaal wat minder stevig. Zijn dit eigenlijk dezelfde boten, Tom? Ja. Ja. De rest zijn ze volgens mij hetzelfde, ja. Deze was is wat luxer uitgevoerd, omdat die heeft zo'n netje daar en zo, maar in essentie is de boot hetzelfde. Okay. Nou, er zijn nu weer nieuwe uit. Maar ik weet niet precies wat daar het verschil mee is met die andere. Maar je voelt ook gewoon dat het kwaliteit is. Ja, het is gewoon met 1,2 mm PVC. Ja. En alle andere boten zijn volgens mij 1 mm of zo. Weet je, als er iets is, laatst was zo'n ringetje gescheurd bij mijn stoel. Ja, dat klopt, ja. Huh? Ja. En we komen maar repareren, wel, geen probleem. Dat was allemaal goede service. En dat is wel fijn als je gewoon een dealer hebt die gewoon in Nederland zit. Maar die verkoopt ook alles, hè. Die verkoopt die boten en alle accessoires en dieptemeters en fishfinders. Ja, anders ga je eerst voor water ofzo. 1, 2. Even kijken. Zit voor die tas. En hier met de punt naar beneden. Ja. Oh, dat is goed, die komt toch wel in. Verzekeren. Ah, heerlijk gevoel is dit. Ah. Yes. Heerlijk. Oh, lekker. Even kijken. Stang ertussen. Frotten, dat gaat een beetje moeilijk. Oké, jongen. Lekker, hè? Lekker, jongen. Kom maar hier, dan heb ik spulletjes voor je, jongen. En voor de boot aan elkaar leggen. Ja. Zeg maar even vast, zou het zo dan. Even deze. Deze vastmaken. Kijk dat de doosje niet in het water flikkert, dan kunnen we neus. Lekker jongen. Je hebt lunch meegenomen, zeg ik. Even kijken, wat voor shed wil je eraan? Ik heb een shed aan hangen. Oh, je hebt er alleen aan, helemaal. Ik wacht over zeker uit eentje een gele. Geef je dan een, zal je een gele geven, kun je wisselen straks. Ja. En dan zal ik een fireball geven. Een grote haken. Een nieuwe fireball, zal ik de mensen thuis dadelijk ook even laten zien. Ik heb er vier fireballs, dus moet er genoeg zijn, denk ik. Wacht even. Ik hoop dat die dobber een beetje blijft te drijven zo met die fireball onder, maar als het goed is wel. Ja, anders kan ik een andere dobber opsteken. Ja. Moet je maar even kijken. Deze shed aan met stingertje. Piepje aan de boertje even openmaken. Hengels. Daar zijn ze, mijn vrienden. Mijn vriend de Horstmakreel.
Hoppatee. En dan gewoon een prikkertje in zijn rug. Hoppatee. Veel succes, jongen. Ja, toch, jij ook, hè? Gaat wel lukken, hè? Was lekker, hè? Koffie. Koffie. Doe even een eigen lunchje. Zo, jongens, zoals jullie zien zitten we op het water. Björn die drijft daar naartoe. Ik ben even hier een beetje blijven liggen. En Björn heeft er nog een dobber aan. Die nu ondergaat op een of andere manier. Maar... ja, hè? Laat hem liggen. Björn, gewoon laten gaan, jongen. Een sigaretje draaien en dan... en dan aanslaan. Die pakt hem nog wel een keer. Björn moet even revanche nemen, want die heeft de vorige keer heeft hij daar 3 keer eentje misgeslagen met die... en veel te kleine fireballs die ik gemaakt had. Dus nu zag ik die dobber net ondergaan. Kijk, daar gaat hij weer, Björn. Hij zit er nog aan, hè? Ik zag iets. Ja, we zitten in ieder geval op het water nu. 5 minuutjes. Eens kijken of we nog iets boven water kunnen toveren. Ik zie die dobber van hem wel steeds naar beneden gaan. Hoppatee. Ja. Op de chat, jongen. Net in de lip. Oh. 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 Ja. En in bruin. Oh, rustig, rustig, rustig. Zo, die is wild, jongen. Rustig maar. Een dikkertje weer, hè? Ja. Mooi, Tom. Geen hele grote, maar... Maar niet uit, de eerste vis is binnen. Helemaal vol met... die beestjes. De andere kant. Oh ja? Ja, dat is toch best wel een dikkertje. Ga hem loslaten. Hoppatee. Hey, dat is even een nul af. Koud water, man. Oh. Beetje verkeerd gepakt net. Ik heb de Bloody Mary hier. Maar goed, heb ik er wel voor over, maar niet zoveel uit. Het was een redelijk snoekje. Ik denk 60, 70. Dus voor pas ik hier niet in de rotzooi drijf. Haha. Zo, dat was een lekker snoekje om de dag mee te beginnen. Ik denk een centimeter of 70 zo. Hij vloog vol op de lieblingskeurderschat. En hing aan de enkele haak. Dus hij had niet eens, de stinger nodig, zeg maar, om te haken. Dus die vloog er echt vol op. In één keer, bam, dan voel je meteen. Ik zal jullie even, wat ik jullie wil laten zien, is die... ik heb een goede lamp die ik vanmorgen had. Die is van LED Lenser. Die heeft 3 standen, jongen. Dat is echt een mooi ding. Daar... nou, dan kun je echt de hele wereld mee verlichten, zo'n beetje. Het is wel een goede aankoop. Als het niks is, dan zeg ik het ook. Ik ben niet gesponsord of zo. Maar zo'n lamp is toch wel fucking handig af en toe. En ja, vanmorgen konden we wat vroeger beginnen omdat ik die lamp bij had. Dus dat scheelt. Volgens mij gaat hij 4 dagen mee op een batterij of zo. Dat is echt belachelijk. Anyway, we zijn los. We zijn er helemaal klaar voor. We blijven hier op dit tijdje nog een beetje paddelen en dan gaan we stroomopwaarts. En daarna laten we ons helemaal afzakken naar de auto. Dus het gaat helemaal goed komen. Kleine flipper. Je maakt een gek geluid. Je laat mijn chat niet los, moet je kijken. Kom op, ik wil die chat niet kwijt, jongen. Ik wil die chat niet kwijt. Toch maar een kieuwgreepje pakken dan.
Hoppla. Stropdasje. Hoppla. Even op de boterham, joh. Is in de... een tosti-ijzer. Ik ben naar een appel aan het eten. Dat is altijd als je bezig bent. Een goeie. Oh, draf. Kut. Dat was een goeie. Kut. Ah, net een mooie aanbeet, jongen. Op de groene lieblingskeuter shed. 7,5 centimeter. Echt kut. En dat was geen snoek, want ik had hem eraan en die zwom voor mijn boot. Allemaal rondjes. Allemaal van die achtjes zwom die. Dat heb ik snoek nog niet echt vaak zien doen. En het voelde als een snoekbaars, maar ik weet het niet helemaal zeker natuurlijk, want ik heb hem niet gezien. Ah, maar daar baal ik wel van. Ik heb net die shad met die stinger verloren. Dus ik heb nu alleen nog een shad zonder stinger. Meteen een losser, hè. Dus godverdomme, die had stingers besteld, maar die komen vandaag pas binnen. Die waren vertraagd door de kerstpost. Als die TNT-posten werkt nou goed... snel had gedaan, dan had ik deze vis eraan gehad. Maar helaas, we gaan vrolijk verder. Fish on! Appetee! Appetee! Rustig. Rustig, dame. Geef me mijn shad terug. Shad terug. Kom aan, mond op. Shad terug. Goed zo. Zit al helemaal onder de parasietenbjörn. Ja. Ja. Ik zet hem terug. Kijk. Mooi, hè? Daar gaat ie. Ik dacht dat hij eraf was. Oh, oh, oh. Oh. Gaat hij nog een keer. Rustig, rustig, joh. Holy shit, wat een k... Come on. Hij heeft de kiwi helemaal dicht zitten. Pak hem aan deze kant. Oeh. Heb je hem net vast, jongen? Hey, dat zijn ze, jongen. Kees. Holy shit! Holy shit! Ik denk wel een meter. Hij slaat, jongen. Oh. Oeh. Daar gaat hij weer. 1, 2. Laat hem los, hè. Oh, hij is echt zwaar, jongen. Oh. Pas niet op de camera, denk ik. Grote ogen. Oh. Daar gaat hij. 1, 2. Jongen. Jongen. Dat was even schrikken, jongens en meisjes.
Ik dacht, ik hang aan de grond. Hè. Nou, dan keek ik, was 2,5 meter. Ik dacht, ik kan me niet voorstellen dat ik aan de grond hing. Maar ja, dat leek toch zo van een dikke tak eraan of zo. Dus ik haal die horsemakreel naar binnen. En ik denk echt nog om 20 seconden van, dit zit echt een dikke tak aan. En op een gegeven moment spurt op die tegenhoorde ik zo'n voelde ik hem trillen. Ik denk, fucking hell, dat is vis, man. Dat is vis. Ja, die haalde de meter wel, denk ik. Zwaar, dikke grote kop. Mooie vis. Mooie vis. Heel erg blij mee. En dat had ik niet verwacht. Want ik was hier net aan het paddelen en ik zeg tegen Björn, ik niet zoveel vertrouwen in dit stukje. Volgens mij ga ik hier niks vangen. Dus laten we me snel doorpaddelen naar het goede stuk. En op de weg terug kon hij toch de horsemakreel niet weerstaan. Hij hing net gehakt. De enkele haak van de fireball in zijn bek en de dreg. Ander uiteinde van de bek. Had geen tang nodig. Kon hem gewoon onthaken. Kiepgrip was iets moeilijker om een of andere reden. Want die had, hij kneep ze stijf op elkaar. Maar uiteindelijk lukte het natuurlijk wel. Zoals altijd. Oh, ik hang aan de bodem. Oh, ik hang hier aan de bodem. Even wachten, jongens. Met mijn machette aan de grond. Oeh. Weer een shed kwijt. Amateur alert. Shed kwijt. Derde al vandaag. Maar goed. Als we dan een meter vis vangen, dan valt het wel mee. En zolang ze allemaal aan de bodem blijven hangen, vind ik het ook prima. Dus ik ga even snel de video uitzetten. En dan ga ik even de shed klaarmaken. Zodat ik dadelijk weer kan hengelen. Hij gaat lekker. Hij gaat lekker. Dikke! When you just attack the road, rather be. Let the wind into your soul and start to move. Together. Kan nog een lijn even kunnen. It's not. Oh. Kom hier. Uit de touw halen. Hey. Ik ben lekker bezig, hè? Niet normaal, hè? Ik weet niet hoe het komt. Op de horsemakreel, ja. Het bloed is van mezelf, dus niet van de vis. Maar dikke buik heeft hij. Daar gaat hij weer. 1, 2. Ik weet niet hoe het kan, maar ja, dat is het. Een beetje in de war nu, amateur alert. Even kijken hoe dit zit. Dat is wel kut. Zit. Wat een gepiel. Was een gepiel. Nou ja, kan gebeuren natuurlijk, hè. Al van die mensen die nu beginnen te roepen, ik kan niet vissen. Nou ja, ten eerste heb ik dat ook nooit gezegd. En ten tweede, hoe zou je het vinden als ik met jou ging vissen en dat ik de hele dag de camera op je had staan, jongen. Dat maakt het ook wel anders, hoor.
Even kijken. Ja, dat lukt. Oh, ik heb werkelijk alles onder mijn eigen bloed zitten. Ik ben net pissen en alles onder het bloed. Als vanavond thuis komt, zegt de vrouw, wat heb jij gedaan? En ik dacht dat je ging vissen met Björn. Anyway, dat was weer een mooie. Denk een 90'er. We hebben nu samen 7 stuks. Mogen we niet klagen. Gaat eigenlijk best goed. Ja, eigenlijk moet Björn nog een paar mooie vangen. Want je hebt nog niet zoveel grotere gevangen. Eén kleintje. Maar dat komt daar. Oh, ik zie ze. Kijk, ik heb hier een hele snee in zitten in mijn vingers. Zie je? Allebei mijn vingers. Amateur. Maar ja, dat gebeurt. Weet je, je zit in die bellyboot. En die snoek die hangt eraan. En die andere hengel moet je binnenhalen. En je moet blijven paddelen, anders vlieg je tegen de kant aan. En je moet filmen. En je moet de audiorecorder aanzetten. En kijken of alles wel loopt. Ik ben er toch wel even druk mee bezig als je dan zo'n grote snoek eraan hebt. Tenminste, voor mij was het wel een grote snoek. Ik weet niet wat jullie gewend zijn, maar een knoepert. Een dikke buik. Een dikke buik vol met vorentjes, denk ik. Dus ja, dat is pas, wat zal het zijn, 1:30 nu. Dus het is niet heel laat. Het is nog vroeg, kunnen we nog 2,5 uur, of 3 uur kunnen we nog wel vissen. Voordat we weer richting huis moeten. Dus dat is geen slechte deal vandaag. Ik had gedacht dat het veel kouder zou zijn en dat het echt zou gaan regenen en zo. Maar als het dadelijk gaat regenen, het begint wel aardig te waaien. Had windkracht 4 voorspeld, geloof ik. Als het dadelijk begint te regenen, dan blijf ik lekker onder die brug liggen, dat weet ik wel. En vorige keer is het zeker nat geworden en koud. Dus nu doen we eventjes relaxed. En ik heb mijn visjes al gevangen, dus Björn, ik hoop dat Björn nog een dikke vangt vandaag. Dat vind ik echt, dat zou ik echt gaaf vinden. Dat we allebei een mooie vis hebben. Maar ja, daar hebben we het natuurlijk niet voor te zeggen. Hè. Dat is nu eenmaal zo. Ik ga te ver naar het midden. Ik moet iets verder langs de kant, want hier in het midden zit niks. Maar ik snoek altijd zo 3-4 meter uit de kant vandaag. Op 2,5-3 meter diepte zitten ze. Maar ja, ook niet altijd, hè. Ik wil niet zeggen als je een keer morgen komt dat ik hetzelfde vang. Daar kun je natuurlijk niks van zeggen. Anyway, genoeg ouwe hoort weer, want we zijn hier natuurlijk ook om te vissen en om van de natuur te genieten. En we gaan lekker verder. Hoop ik dat die vingers snel stoppen met bloeden, want dat ik alles onder bloed zit. Het is wat rustiger nu, jongens. Het is ongeveer een uurtje na die dikke vis. Die tweede dikke vis, of de derde. En het bloedt nog steeds. Ik heb wel eens gehoord dat snoek een soort bacterie in de bek heeft. Waardoor wonden sneller blijven bloeden. Als ze een vis bijten, dan kunnen ze die langer traceren onder water. Maar ik weet niet of het waar is. Dus daar heb je niks aan. Ik weet niet of het waar is. Maar het is wel wat rustiger. Het is een beetje grijzer en het is flink aan het waaien. Maar met vlagen, het valt nu wel mee. Maar net, ik merk wel dat ik nu tegen de stroming in moet paddelen. Dat valt niet mee, moet ik zeggen. Ja, het is wel te doen nog. We gaan ongeveer met 0,9 km per uur. 0,8 zie ik nu. Gaan we tegen de stroom in, dus dat is wel te doen. Je moet alleen een beetje plannen. Hè. Zeg maar dat je, als je ergens 2 km verderop moet zijn, dan moet je denken van ja, daar ben je ook 2 uur mee bezig. Simpel is het, tegen de stroom in. Stromen afwaarts een uur, een kwartier, een half uur, zoiets nu. Dat ligt eraan hoe hard het natuurlijk altijd stroomt en waait. Even piezen, ik denk dat ik een boterhammetje eten. Ik weet niet hoe laat het is, ik denk 3 uur of zo. Dus hebben we nog anderhalf uur. Maar eerst eventjes pinkelen. Even koffietje erbij pakken.
En dan een bammetje erbij. Geen beter leven dan een goed leven, hè. Zo is dat. Dus, ik begin nu wel moe te worden. Ik merk van trappelen en zo, en de kou. En half zes op. 1 uur 's nachts pas slapen. Ik heb 4,5 uur geslapen vannacht, hè. Dat is niet veel, hè. Dat is niet zoveel. Dat je thuis komt, jongen, dan... zover de goede communipakske, zeggen ze in Limburg. Anyway, ik ga eens even wat versnaperingen nuttigen. En dan verpissen en dan misschien nog eens een keertje op en neer hier. Kijken. Nou, jongens en meisjes, we gaan er langzaam een einde aan breien. De laatste uurtjes gebeurde eigenlijk helemaal niks. Ja, af en toe een klein tikje en zo. Maar echt heel weinig, dus... de moeite niet waard. Het is nu 4:30 denk ik. En het wordt donker, het begint te regenen. Dus we houden het voor gezien. Maar we hebben een lekkere dag gehad. Een paar mooie snoeken gevangen. Hand kapot. Toch lekker gepaddeld. Het is wel ideaal om zo stroomafwaarts te kunnen paddelen. Dat scheelt een hoop energie. Maar nu ben ik ook wel echt moe. 4,5 uur geslapen en nu de hele dag dit. Dus ik zal blij zijn als ik die bellyboten weer thuis heb staan allemaal. En lekker de open haard aan. En lekker in bad ofzo. Oh, even een beetje bijkomen weer. Het was niet koud vandaag. Het viel eigenlijk best wel meer. Ik had wel af en toe een beetje koud, maar niet heel erg. Dus we hebben er weer van genoten. En gezellig dat jullie weer allemaal meevisten. Dat is ook altijd leuk natuurlijk. Ik zou zeggen, jongens en meisjes, tot de volgende keer. Keep on fishing. You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in.